We zijn hier bij Sportpark De Haren. Wat is hier nou te doen vandaag? Nou, dit is een nationaal tuigpaardenconcours. Nationaal, regionaal. En ik mag ook zeggen, heel trots dat het een van de grootste is. En je hebt hier de nationale race, je hebt nieuwelingen, dat het nu in de ring is. Ze komen met jonge paarden. Ja, dit is eigenlijk uniek. Hoe ziet zo'n dag eruit dan? Ja, het is eigenlijk continu tuigpaardensport. Je ziet de hackneys, je ziet de tuigpaarden. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje in zitten. Dan kun je zien dan hoe of het loopt. En dan ga je kijken met de jury van hoe de paarden lopen. En die beslissen ermee. En waar wordt het op beoordeeld? Nou, de tuigpaarden, hackneys ook maar een beetje op de vlakte. Maar tuigpaarden wordt beoordeeld. Hoe lopen ze? Hebben ze een mooi verheven front? Hebben ze een mooi voorbeengebruik? Achterbeen er goed onder? En dan mogen ze nog een opzet op hebben. Maar het liefst zien we zonder opzet. Dat ze niet vastzitten. Dat ze echt puur van natuur lopen. Gaat er ook veel tijd in het oefenen zitten? Als je het goed wil doen en je bent voordat je begint met een jong paard, ben je 12 weken aan het oefenen. Heb je een paard wat al een paar jaar loopt, dan kun je hem klaar krijgen met 6 weken. Maar dan moet je elke dag een uur met een paard trainen. En ben je in het seizoen, maar je moet elke dag blijven trainen, want anders dan komt het niet goed. En doen de mensen dit allemaal voor de hobby of is het echt voor het werk? Nee, dus er zijn twee rijders, dat noemen wij broodrijders, die leven ervan. Maar de rest is allemaal hobby. Zijn er nou ook veel mensen die kijken, want het is erg druk hier? Ja, dat is echt... En daar hebben we geluk. Op de Veluwe leeft de paardensport, hè. En de grootste gras is hier ook allemaal van Oudshoofd. Dat zijn boeren, mensen. En die zijn allemaal, zijn ze gek van paarden. En dat is juist het fijne. Maar ja, ze komen hier overal vandaan, want de rijders ook... Van noord tot zuid en van oost tot westen, ze komen oren vandaan. En waarom komen ze dan hierheen, denkt u? Nou, ik weet, dat mag ik wel zeggen, daar zijn we ook zo trots op dit concours. Een heel mooi terrein, super mooi om te rijden. Een sportparkterrein, dat maak je overal niet mee. Alleen, ik kreeg vandaag nog even te horen, joh, op zo'n mooi terrein, je moet later in het seizoen gaan. Want dan kunnen we hier kampioenschappen rijden. Want je zit veel te vroeg, maar ja, wij willen graag vroeg. Omdat we die nieuwelingen hebben. En de nieuwelingen, dat zijn de jonge paarden die voor het eerst komen. Daar komt het publiek op af.